Je bent net een vlinder en ik hoef je niet te vangen in een net van woorden die je hoorde en begreep voordat ik sprak. Hey Alex, met Albert. Ik zag je gemist oproepen. Alle acht. maar helemaal goed, 2 uur is goed. Ik heb er zin in. Hoi. En een zoen. Dan een gesprek onder 4 ogen, onder 4 lippen, onder 4 armen. Over je ogen, over je lippen, over je wangen, over je charme. En morgen vroeg alleen, na een ochtendblad dat braakt. Wacht ik en hoop ik, wacht ik en hoop ik. Wacht ik en hoop ik tot je binnenvliegt. Maar je moeder is weg, of zo. Mijn vriendin. Ik zag je wedstrijd zaterdag. Oh, echt? Ja. Je was echt heel goed. Ik heb je wel vaker zien spelen. En... Het is wel de laatste keer, denk ik. Wat? Waarom? Nou ja, lang verhaal, maar is nu veel aan de hand met mijn team. Veel gezeik en zo. Maar ik vind Albert van dichtbij toch leuker dan op het veld. En je bent altijd maar met die Kasper en zo. Maar goed, ja. Chill dat ik langs kon komen. Maar... De kat, denk ik. Ik ga even checken, oké? Ik blijf hier. Wat? Waar is mama? Hey. Kan ik binnenkomen? 1 seconde. Zullen we een film kijken? Oké. How much does it cost? I think around 750 million euros or something. How long are you gonna stay? How long are you gonna stay? I'm leaving tomorrow morning. Wat is er? Niets. Sorry. Het is niet erg. Ik wil dit. Ik wil dat je mijn eerste bent. Oké. Ik moet je vertellen. Het is niet erg. Ik weet het. Wat? De jongens uit je voetbalteam hebben het gezegd. Wat? Je chlamydia. Ik weet het. Het is niet erg. Ik heb condooms. Je kat. Moet je niet even kijken of het gaat met hem? We waren zo fucking dichtbij.
om een kutkat. Luister. Ik kan dit niet doen met jou. Ik vind het niet mooi genoeg. Je bent een heel mooi meisje. Heeft iets te maken met die jongens uit je voetbalteam of zo? Wat, heb je Casper gepijpt of zo? Homo? Ik ben geen homo. Je bent gewoon een flikker, Emma of Kees. Vooruit. Wat? Ik ben homo. Nou, deze hebben we dus niet meer nodig. Maar wel echt leuk dat je gay bent. Kunnen we samen naar een gay bar of zo? Ik weet wel iets in Utrecht. Die is echt vet leuk. Kunnen we samen jongens versieren? Maar je bent wel echt heel leuk hoor voor een homo. En dat van Casper, ja, dat wist ik natuurlijk al. En iedereen weet die shit. De laatste vriendin, die ging naar een gay bar met haar gay best friend. En toen zoemde ze met een meisje. Best spannend eigenlijk. Misschien moet ik dat ook eens proberen. Met een beetje op, dat dacht ik wel lukken, denk ik. Er ligt een nieuwe deurklink in de kast. Alex! Alex, met Albert. Ik zag je gemist oproepen. Alle acht. maar helemaal goed. 2 uur is goed. Ik heb er zin in. Hoi. Je bent net een vlinder en ik hoef je niet te vangen in een net van woorden die je hoorde en begreep voordat ik sprak. Je bent net een vlinder en ik durf je niet te binden met een afspraak van tevoren waarvan het horen zou doen denken dat er meer achter stak.